Je komt er tientallen keren langs in het jaar. Kerken, boerderijen en molens. Maar binnenkijken is er nooit van gekomen. Open Monumentendag is dan een mooie gelegenheid om dat wel te doen. Zaterdag werden in de hele regio monumenten opengesteld. Dit zijn beelden uit de hervormde kerk in Wateringen, waar je ook de toren in kon. Dit is het schip van de Sint-Jan de Doperkerk, iets verderop. Hier liepen ook vrijwilligers in klederdracht rond. Landelijk bezochten bijna 1 miljoen mensen de verschillende monumenten en evenementen. In Westland waren dat er 13.000.